Een van de mooie werkjes van Monet, Huis aan de Achterzaan. Het mooie is ook dat dit huis en die gevel er nog steeds zijn. Ze zijn nog steeds te zien als je langs moet wandelen. En die reflectie in het water, daar zie je al de meeste Monet. Je ziet die boombladeren, de luchten, het huis, die is al heel mooi overlopen in die rivier. Ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in schilderkunst. En het impressionisme is natuurlijk een van de revoluties in de schilderkunst. Dus ik was heel verbaasd, ik woon zelf nog niet zo heel lang in Zaandam. Ik was heel verbaasd dat Zaandam, dat Monet 4 maanden in Zaandam heeft gewoond. En ik woon zelf niet ver van dit huis, ook aan de Zaan. En ik zie zo die boten langskomen, de vrachtboten, de zeilboten, de suppers, de roeiboten. Mensen zwemmen in de Zaan. Ik vind het fascinerend en ik snap heel goed waarom Monet gefascineerd was door de Zaanstreek.